Woensdag waren de uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Maasdonk en 's-Hertogenbosch. Dit omdat vanaf 1 januari de dorpen Vinkel en Nuland bij de gemeente 's-Hertogenbosch worden gevoegd. De opkomst was niet erg hoog. In totaal bracht 40,4% van de mensen hun stem uit. Dat is maar liefst 9% minder dan bij de vorige verkiezingen in 2010. De Bossenaren die gingen stemmen waren verdeeld. D66 won de verkiezingen en komt uit op 5 zetels. Net als de VVD, Bosbelang, CDA en Rosmalensbelang. Het vormen van een coalitie zal daarmee een helse klus worden. Ja. Kwalijke zaak. Ja? Waarom? Nou, ik vind die man op een gegeven moment al jaren in de politiek in de knoop waard. Ik bedoel, lekker bla bla bla. En op het moment dat het er op aankomt, dan is hij weer niet thuis. Dus, nee, zie ik niet zitten. Dat vind ik prima, want als ik landelijk stem, stem ik op D66. Dat ga ik, doe ik zeker. Dus, maar regionaal stem ik. Ik stem lokaal. En deze keer is Bosbelang het geweest. Ja, vind ik op zich. Ik kan me bij die partij ook wel vinden. Maar ik vind hem af en toe toch een beetje te rechts. Dus vandaar. En lokale politiek, hè, dus dan vandaar Rosmalensbelang. Ik vind op zich. Ja, het zal moeilijk worden om nou een coalitie te vormen. Maar er zijn dus vijf. Heel veel partijen met 5 zetels. Dus we wachten gewoon af wat het wordt. Nou, ik hoop dat er nou een gemeenteraad komt. Die een beetje doorpakt en niet te veel versplinterd is. Dat hoop ik. Nieuw met deze verkiezingen was de inktvinger. Mensen die gestemd hadden, konden hun vinger als bewijs in de inkt dopen. De stemvies met een blauwe vinger sloeg niet echt aan. Slechts een enkeling postte zichzelf op de social media.